Beste kijkers, welkom bij Tsunami TV. Mijn naam is Angelica Ganesh en we zijn momenteel in het stadhuis in Den Haag. Vandaag zullen drie groepen uit de hindoegemeenschap hun grond van de mandir toegewezen krijgen door de wethouder Noorder. We zullen vandaag een paar interviews opnemen met deze groepen uit de hindoegemeenschap en met de wethouder zelf. Ik wens u veel kijkplezier toe. Dames en heren en kinderen, vandaag is een historische dag voor de Sikh-gemeenschap en de Sikh-geschiedenis. Dat die gemeente Den Haag heeft een hele goede plek beschikbaar gesteld voor de Sikh-gemeenschap om een nieuw tempel te bouwen. Met deze tempel kunnen we heel veel vooruit geboekt voor deze stad en voor deze land, voor Nederland. Omdat onze generaties, die zijn hier geboren, wij zijn al 26 jaar bezig geweest met die gewestruimte en oude gebouwen. Oude industrieterreinen, schoolgebouwen. Ik ben heel veel dankbaar aan de heer Marnix Noorder, de heer Rajesh Ramnivas, dat wij gaan met jullie steun van de Ramamandir, van de Hare Krishna Hare Ramamandir en van de Arya Samaj Mandir. Wij gaan samenwerken en wij zijn samen sterk en wij maken deze stad en onze tempelpark heel mooi voor deze stad. Ik dank u. Heeft u gouden of zilveren sieraden in uw bezit en u zou ze graag willen omruilen voor contant geld? Dan bent u bij Goudaankoop op het juiste adres. Wij testen uw goud op karaat, wegen het zorgvuldig en betalen gegarandeerd meer uit dan iedere concurrent. Contant of direct op uw bankrekening. Wij geven meer en u krijgt het meest. Goudaankoop. Hoflandplein 16, Hoek Hoefkade, Haagsemarkt, Den Haag. JKS Sneltransport is uw logistieke dienstverlener. Vooruitstrevend op het gebied van planning en organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in tijdkritisch vervoer en het vervoer van uw vertrouwelijke documenten. Wij verzorgen opslag en overslag en bieden een 24-uur service voor zowel dag- en nachtdistributie. Als gecertificeerde organisatie zijn wij trotse winnaar van de ondernemersprijs van transport en logistiek. Met diezelfde trots ontzorgen wij u van al uw logistieke problemen. JKS, voor snel en veilig vervoer. Welkom bij makelaarskantoor Roet Vastgoed. Behalve verkoop- en aankoopbegeleiding houden wij ons ook bezig met verhuur, verzekeringen, beheer, hypotheken, onderhoud. En uniek als Surinaamse makelaar zijn we actief in de verkoop van nieuwe projecten. Tevens zijn we actief in Suriname. Kortom, bent u op zoek naar een betrouwbare en deskundig makelaar? Roet, je doet het goed. Stadspromotie, stadstoerisme, immigratie, city marketing. De 3M is vandaag ook voor ASAN een 4M. De vierde M staat voor maar niks. Wij gaan... Den Haag is van ons allemaal, meneer de wethouder. Het is, zoals het ook wordt genoemd, een beklemde stad. Maar dat is het niet. Met de 3M, de 4M, gaan we meer willen doen aan creatieve activiteiten binnen de broeistad van Den Haag. Een wereldstad aan zee. Ik las ook op uw profiel, op uw blog las ik topkwaliteit, het stadsvernieuwer. En dat u een stille kracht bent waar u beter mee rekening kunt houden. Laat me misschien als volgt de mensen bedanken. De Mandirbouwcommissie van ASEN. De drie voorzitters van ASEN. De Haagse burgers. De totale hindoegemeenschap. De Surinaamse gemeenschap. De diaspora gemeenschap. De gemeenteraadsleden die hier allemaal zijn, Rajesh Ramnivas, heel hartelijk dank voor wat u allemaal heeft gedaan. Ik heb een spiekblaadje gehad van mijn ondervoorzitter die zegt, Gerard Verspuy heeft ontzettend veel werk verricht. We beloven u dat Den Haag met een prachtig bouwwerk als de 3M, met het prachtige bouwtempel zoals we het willen neerzetten, een prachtige stad zal worden. We zullen u niet vergeten, ook al bent u na 10 jaren... van gemeente Den Haag weg. We zullen u blijven volgen. De vierde M, maar niks. Aldus Rabbi Makka. Dank u wel. We willen wethouder Noorder ontzettend bedanken voor uw steun en tijd. En daar waar het nodig was, gedisciplineerd en daadkracht heeft opgetreden. Vooral om knopen door te hakken. Dat was wel belangrijk voor ons. Dit zal de eerste Vedische architectonische mandir in Europa zijn voor de Hare Krishna gemeenschap. En een mijlpaal in Europa en de rest van de wereld. Door de unieke architectonische bouwstijl, die een harmonische samensmelting zal zijn van traditioneel Indiaas tempo, ontwerp en moderne stijl van architectuur,
zal de bezoeker eenzelfde atmosfeer ervaren zoals men gewend is in de Indiase oude tempels. De spirituele ceremonieën en festivals zullen als een magneet werken op de bezoekers. Het zal onze geestelijke leraar, Shri Rupa, de achterban en de toekomstige generatie ontzettend. Als een Hindoestaanse tiener vind ik dit geweldig om te zien hoe ons geloof eigenlijk verder wordt uitgebreid. En hoe we eigenlijk met z'n allen ook met drie stromingen, drie mandis hebben gebouwd. Dat is iets geweldigs, dat we daar met z'n allen als Hindoestanen bij zijn gekomen. En voor mij als tiener, als nog een jongere, betekent dat veel. Want ik weet zeker dat mijn Hindoedarm behoud zal blijven voor de toekomst. Dus vanuit ISKCON, vanuit alle stromingen, vanuit alle Hindoes, Hindoe-jongeren, zou ik kunnen zeggen dat ik blij ben dat dit gebeurt. Elke stroming is op zichzelf uniek. En ik ben blij dat we zo met z'n drieën kunnen samenwerken en uiteindelijk tot een doel kunnen komen. Dit is wel een geweldig moment, want hiermee wordt het onomkeerbaar. Hè? Hij gaat nu echt gebouwd worden. Na alle plannen die we hebben gemaakt, of hij, ik moet eigenlijk, ze gaan echt gebouwd worden. En daarmee is voor Assan, voor Hare Krishna, voor de Sikh gemeenschap, denk ik een droom in vervulling gegaan. Maar ook voor Den Haag, niet omdat wij nou eenmaal zweren bij welk geloof ook, maar wel omdat, en een van u zei dat al, dat er zo lang gehuisd is in een beetje achteraf plekjes, zo lang tempels zijn ingebouwd op plekken waarvan jij zegt, ja jongens, kijk er nou naar, dit is eigenlijk niets behorend bij de uitstraling die jullie hebben en de betekenis die je ook hebt voor je volgelingen. En vanuit dat perspectief hebben we gezegd van als jullie ervoor staan, dan staan wij er ook voor. En dan zorgen wij dat er een mooie plek is om die drie gezamenlijke mandiersorganisaties te laten komen tot een gezamenlijk product met ieder zijn eigen tempel. Samen en toch eigen. En dat is eigenlijk denk ik ook heel belangrijk, want je bent natuurlijk hele verschillende geloofsgemeenschappen die niet zomaar iets met elkaar heeft. Anders had je al lang gefuseerd. En het natuurlijk een hele eigen opvattingen over wat belangrijk is en niet. En dat die individualiteit en die spiritualiteit, er moet ook ruimte voor zijn. En dat is met deze manier van werken ook gedaan. En ik denk dat het inderdaad een geweldige uitstraling is voor Den Haag. Dat die gemeenschap van pak een beetje 40.000 Hindoestanen in het Haagse, dat die op deze manier ook, eindelijk zou je misschien wel kunnen zeggen, naar buiten laat zien waar zij ook voor staan. Daar ben ik hartstikke trots op. Gefeliciteerd. We hebben nu genoeg gesproken. Ik denk dat het tijd is voor een lekker nummer. Onlangs is Motimala gekomen uit Suriname, een Boite Ghana zangeres, en we zullen nu luisteren naar een nummer van haar. En dan zijn we zo meteen weer bij u terug. Bye.
Dat is een beetje dunner geworden. Oké. De reservering is feit. Elke gelegenheid wordt iets zoet, dus vandaar zou ik jullie graag een keer zoeken. Dank u wel, mag ik eentje uitpakken? Ja. Beste kijkers, naast mij staat de heer Noorder. Hij is de wethouder van Den Haag. Kunt u misschien een beetje vertellen over uw gevoel bij de bouw van deze mundiers? Nou, ik vind het heel goed dat de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag nu uiteindelijk zover is dat er een aantal nieuwbouwmandiers zullen komen. En dit wordt het grootste mandiercomplex op het vasteland van Europa. En dat is denk ik ook heel erg goed. Er zijn ongeveer 40.000 Haagse Hindoestanen. Buiten Haag natuurlijk nog heel veel. En eigenlijk was het opvallend dat mandiers heel vaak gevestigd waren in oude schoolgebouwen of een oud bedrijfsgebouw of zo. En een beetje verstopt als het ware. Ja, en nu krijg je eindelijk een keer, zou je kunnen zeggen, een plek met veel allure, met veel uitstraling. Waarbij de geloofsbeleving, daar ga ik verder niet op, maar moeten mensen zitten, maar die geloofsbeleving tot volle pracht en glorie naar buiten komt. En het dus ook weer aantrekkelijk is voor mensen om daar naartoe te gaan. Om eens kennis te maken met het geloof. Dus ik vind het wel een hele goede bijdrage van de Hindoestanen aan Den Haag. Kunt u een beetje vertellen over de totstandkoming van het besluit? Nou, het was best wel lastig, omdat de vraag was er al wel langer, maar het kreeg niet lekker vorm. Dus ik heb toen tegen de voorzitters gezegd van de diverse groeperingen, ga nou bij elkaar en maak afspraken. En als jullie afspraken hebben gemaakt, dan ben je bij mij welkom aan tafel en dan ga ik zaken met je doen. Maar eerst moeten jullie afspraken maken. Ik moet heel duidelijk aangeven op wat voor manier en wat voor tijd. Dat hebben ze gedaan. En, want anders wordt er alleen maar over gepraat en er gebeurt niks. Nou, dat leek me geen goed idee. Ik zei, ik wil jullie alleen echt helpen als jullie echte stappen nemen. Dus ook zorgen dat het geld er is, dat je een goede architect hebt, dat je bouwkundige kwaliteiten hebt, dat je ook samenwerkt. Dat was heel ingewikkeld om het goed te organiseren. Om drie toch hele verschillende Hindoestaanse groeperingen samen in één omgeving te zetten. Dat moet dan ook nog goede afspraken maken met elkaar. En de ene geloofsgroep vindt toch heel andere dingen dan de andere geloofsgroep. Dus dat is ook niet, dat strijdt ook wel een beetje. Dus als je dat weet, dan is het eigenlijk best een kunstje dat we dat met elkaar hebben bereikt. Ja. Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor dit interview. Voor mij staan twee dames van de ISCOM-beweging. Kavita, kun je mij misschien vertellen hoe jij je voelt bij deze speciale dag? Nou, geweldig eigenlijk. De vreugde van binnen dat er eindelijk een tempel, een mandir komt van ons. We gaan altijd naar Radadish en dan zie je zo mooi. En dan hebben we niet zelf een eigen mandir. Dus ik vind het echt geweldig dat we een eigen mandir hebben met Murtis. En ja, ik vind het echt heel leuk. En dan wil ik nu graag jou een vraag stellen. Nou, zo'n bouw van een mandir is natuurlijk niet zo gedaan. Hoe gaat het bij jullie er tot nu toe aan toe? Ja, dat loopt goed. We hebben verschillende activiteiten op de planning staan ook. En met name met vandaag natuurlijk de grondreserveringovereenkomst. Dat was voor ons ook een moment waarop we hebben gewacht ook. Voor de achterban is het een heel belangrijk moment. Dat ze gewoon zekerheid van hebben van oké, de grond is nu echt van ons. En we kunnen nu gaan storten. Gaan meehelpen financieel. We gaan een fundraising evenement organiseren, zeer binnenkort. Ja, Diwali komt er natuurlijk aan. En het zijn allemaal mooie momenten om het grootste te vieren. En ook voor mensen dan om te gaan geven. Dus. Nou ja, goed. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd en moeite. En dan wens ik jullie nog een fijne dag verder. Beste kijkers, naast mij staat de heer Makka van de ASAN. Hij is de voorzitter van ASAN. Meneer, kunt u mij vertellen hoe u zich voelt bij deze historische gebeurtenis? Laat me zeggen, Angelica, geweldig. Eén woord. Proficiat aan de totale Nederlandse Surinaamse gemeenschap, de diaspora gemeenschap. Ik voel me ontzettend prettig. Dit jaar is ASAN 45 jaar oud, is een mijlpaal. En namens alle structuren van ASAN spreek ik de hoop uit dat we de andere plannen ook gauw kunnen realiseren. Zo'n bouw van een mundir is natuurlijk een hele grote klus. Zowel de bouw zelf als de financiën erachter. Lukt het allemaal een beetje?
We zijn heel hard bezig om de financiën op orde te krijgen. Laat me zeggen dat ASEN een exploitatiebegroting heeft gemaakt, waar we de inkomsten als prognose hebben neergezet. Wij hebben tegelijkertijd de zogenaamde donateurs gevraagd om ons te helpen, hè, met subsidies, met fondsen, met donaties, etc. Met de verklaring die we vandaag getekend hebben, Angelica, gaan we alleen maar in een sneltrein moeten instappen. Een beetje filosofisch gezegd, we waren op een fiets en dan gingen we naar een tram en dan pakten we die metro. Nu gaan we in die sneltrein moeten gaan, in die intercity moeten gaan, op zoek naar de financiën. Dus vanuit deze plaats en vanuit dit medium, als ik even reclame van ASEN mag maken, roep ik alle donateurs op. En roep ik iedereen op van de Haagse gemeenschap, maar ook in geheel Nederland, om hun steun te mogen geven. En we gaan met heel veel activiteiten komen voor wat betreft fondsenwerving. Nou, dan wens ik u heel veel succes met de bouw. En dan wil ik u bij deze hartelijk bedanken voor dit interview. Ik wil je ook bedanken, Angelica. Ik vind dat Tsernami TV geweldig werk verzet. En dank voor de ruimte gebeurde om ASEN in de picture te krijgen. Dank u wel. Ja, ontzettend bedankt. Beste kijkers, naast mij heb ik een groepje van de ziekgemeenschap. Mevrouw Koor staat naast mij. Zij is een juffrouw in Punjabi, heb ik begrepen. Kunt u mij misschien vertellen hoe deze dag voor u aanvoelt? Ik vond het heel leuk, heel blij mee. Dat onze kinderen hebben later in de toekomst ons gurdwara eigen. Dat ze daar kunnen ons geloof weer voortbrengen. En kunt u misschien nog een beetje verder vertellen over uw functie? Ja, ik ben daar in Gurdwara, geef ik kinderen Punjabi les, dat we ons geloof ook bijleren. En we doen koken en zo samen met de vrouwen. Soms 3 dagen jug, is het vrijdag tot en met zondag gaan we samen helpen. En elke week zondagmiddag wordt het les gegeven in Punjabi. En ons geloof aan kinderen doorgeleerd ook extra bij. Nou, dan wil ik u bedanken. Dan ga ik verder naar meneer. Kunt u mij misschien vertellen hoe het gaat tot nu toe over de bouw van uw mandir? Tot nu toe hebben we heel hard gewerkt en we hebben alle fasen al gehad. Nu is het moment voor om bouw te beginnen, eerste paal te slaan. We zijn ook in de gedachte dat die voor de zichtgemeenschap wordt een ruimte gecreëerd waar een museum kan aangelegd worden. Dat klinkt heel mooi. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw tijd en natuurlijk ook die van u. Voor mij staat de heer Janakinath Das. Kunt u misschien wat meer over uzelf vertellen? Ik heb jarenlang in Suriname gewoond en daar ook gewerkt met ISKCON. Daar ben ik eigenlijk lid geworden van ISKCON. En ik ben dus in 2005 ben ik vertrokken uit Suriname en weer teruggegaan naar Nederland. En ik ben nu verbonden aan het project hier in Den Haag van ISKCON. Kunt u mij misschien vertellen waarom het volgens u noodzakelijk is om naar een mandir toe te komen? De traditionele kerken en mandirs en moskees vaak wat minder interesse hebben. Mensen gaan niet zo vaak meer daar naartoe, vooral de jongeren niet. Dus het is heel belangrijk dat we hier nu dit punt in Den Haag bereikt hebben. En ik denk dat het voor de samenleving heel belangrijk is dat de mensen eraan herinnerd worden dat het leven tijdelijk is. En dat het niet om het lichaam gaat, maar dat we een spirituele ziel zijn. En dat we allemaal nog wat in het verschiet hebben. Dus het houdt niet op bij je leven. En ik denk dat dat bewustzijn heel belangrijk is om uit te dragen. Want als mensen alleen maar leven in het nu voor hun eigen lichaam, voor de pleziertjes van het lichaam, dan zijn ze kortzichtig en dan zijn ze ook niet bezig met de toekomst. En de toekomst van de planeet, de toekomst van onze jongeren, de toekomst van de samenleving, de westerse samenleving, de toekomst van de wereld, is afhankelijk van hoe we in het leven staan. Dus als we echt als een spirituele traditie achter ons hebben staan en in spirituele waarden geloven, dan weten we dat er wat meer is dan alleen het nu, dan alleen het lichaam. En dan gaan we dus ook voor de toekomst iets willen doen. Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw mooie woorden. Bent u op zoek naar een gezellige DJ? Bel DJ Rockstar. DJ Rockstar speelt voornamelijk Hindoestaanse muziek en is gespecialiseerd in het spelen op familiefeestjes, zoals verjaardagen, trouwerijen, moerans en andere feestjes. Luister maar naar deze mensen. DJ Rockstar is een heel goede DJ. Ze draaien heel goed muziek en iedereen hiervan kunnen genieten. De jongeren, de ouderen en ook de tieners. Grandioos, ik heb grandioos. Ik heb adviseur Karila, ik heb ook Fariari, Bihauharahi, Bhatwan, DJ Rockstar. Ik en mijn familie en vrienden hebben veel genoten van DJ Rockstar. Het was een hele leuke avond. Hij is een man op leeftijd, maar ik ga wat draaien. DJ Rockstar was geweldig, geweldig, super. DJ Rockstar kan spelen in grote, maar ook kleine zalen. Bent u moe geworden met altijd dezelfde DJ's tijdens uw familiefeestjes? Bel dan DJ Rockstar op 06 19 92 51 76. U krijgt een feestje
dat mensen niet snel zullen vergeten. Beste kijkers, voor mij staat de heer Ramnewash. Kunt u mij misschien vertellen wat uw rol was bij deze hele historische dag vandaag? Ja, het is inderdaad een historische dag. 3 jaar geleden heb ik de wethouder verzocht, toen was ik nog geen gemeenteraadslid, om gronden beschikbaar te stellen voor de Hindoestaanse gemeenschap om tempels te kunnen bouwen, om mandirs te kunnen bouwen. Hij heeft toen gezegd van, ik wist niet dat die vraag er bestond. Wij hebben aangegeven dat wij zelf in staat zijn om dat te bouwen. Nou, vandaag hebben we ook laten zien dat we de eerste stap serieus hebben genomen, dat we de grond hebben aangekocht. Ik ben ontzettend trots op die besturen die het mogelijk hebben gemaakt, maar vooral de gemeenschap die vertrouwen heeft gehad om het geld te doneren en het vandaag mogelijk te maken dat we inderdaad in Laak mandirs kunnen gaan bouwen. Dus we hebben enorme stappen gezet en ik vind het ontzettend belangrijk, omdat ja, daarmee markeer je wel je aanwezigheid in de stad. Daarmee laat je zien dat Den Haag ons verleden, heden en toekomst is. We zullen Suriname nooit vergeten. Die Kumbaté is te sterk daarvoor. En India hebben we een bijzondere band mee. Maar dit is het land waar onze kinderen opgroeien. Nou ja, ik heb begrepen dat naast natuurlijk dit prachtige project u ook actief bent op andere gebieden in deze gemeenschap. Onlangs is er ook een zangeres uit Suriname gearriveerd. U heeft haar geëerd. Kunt u mij daar wat meer over vertellen? Ja, het is een hele bijzondere zangeres, een Baitagana zangeres, Motimala. Ik ben ontzettend trots op haar dat zij naar Nederland is gekomen om hier ons te laten genieten van al haar mooie liederen. Vaak ook zelf geschreven. En eigenlijk het bijzondere daarvan is dat ze in de hele regio, de hele Caribische regio, is ze eigenlijk wereldberoemd. Je gaat naar Trinidad en je noemt de naam Motimala. Iedereen kent haar. Ik ken haar vanaf mijn jeugd. Dansen we op die liedjes. En als je nu in de gelegenheid bent om vanuit je positie als gemeenteraadslid een op gepaste manier haar te eren. Dat wilde ik graag doen. En ik heb gezien dat ze daar ook ontzettend heeft genoten van die waardering. En ik vind dat we voor onze artiesten, met name voor onze traditionele artiesten, de Baitagana artiesten, daar moeten we echt het respect voor opbrengen. Want die houden een cultuur in stand die we eigenlijk 140 jaar geleden hebben meegenomen en die er vandaag de dag nog steeds is. En als ik kijk naar al die talenten, Baitak Power, dat is allemaal dankzij Motimala, hè, en al die andere oude en ervaren mensen die nog steeds bezig zijn, die brengen dat over op een nieuwe generatie, inspireren ze. Ja, en als ik dan mijn kleine jongens van 4 hoor zingen, Bakara Bole Pannenkoek, dan denk je van het gaat gewoon door. En dat is belangrijk. Dat ik als kleine jongen
naar uw liederen heb mogen luisteren en vandaag in uw leven te mogen ontmoeten. U bent een voorbeeld. U, de Hindoestaanse vrouw is vaak bescheiden, maar u heeft op de voorgrond getreden. U heeft onze Baitagana en het hele Caribische gebied bekendgemaakt. Trinidad, Brits-Guyana, iedereen kent u. En we houden van u. En daarom willen we u vandaag eren. Alsjeblieft een applaus, dames en heren, van Monty.